kamer. Veel plezier. Hartelijk welkom. Fijn dat jullie er zijn. Ja, dit is weer een nieuwe webinar van ASR Vitality. Ik hoop dat jullie de afgelopen dagen al genoten hebben. Gisteren bijvoorbeeld met professor Erik Scherder en met Suzanne Schulting. Ja, vandaag weer een bijzondere spreekster, een bijzondere vrouw met een bijzondere lezing. Tamara de Weijen, ze zit hier naast me. Ze is huisarts, maar ook voornamelijk geïnteresseerd en gespecialiseerd in het begeleiden van leefstijlen. En daar allerlei ideeën en plannen over, verbeteringen en wat kan het nu betekenen in deze tijd. Maar leefstijl zegt het al, het gaat niet alleen over deze tijd, het gaat over je hele leven. Dus als het goed is, dan kunnen we spreken van het feit dat we na dit uur wellicht een leuker leven hebben. Ja, dat zou mooi zijn. Tamara, ik geef jou het woord. Ja, iedereen kan vragen stellen, gewoon online. Ik lees dat mee. En als ik denk, ja, dat wordt tijd om deze vraag nu tussendoor te gaan stellen, dan ga ik dat doen. Als het mag. Altijd, ja. Altijd mag. En anders, als het stoort, dan zeg je, ik kom er zo op terug. Ja. Ik neem aan dat er best veel vragen zullen komen. Ik doe mijn best om zoveel mogelijk vragen te clusteren die ongeveer over hetzelfde gaan. En dan komt het allemaal ter sprake. Het zal misschien niet allemaal kunnen. Wees niet boos als jouw vraag niet wordt beantwoord. Ik denk dat er genoeg te luisteren is en genoeg te kijken. En dat we allemaal aan ons trekken komen. Tamara, aan jou het woord. Dankjewel. Ja, ongelooflijk leuk ook om hier te zijn. Ja, mijn naam is inderdaad Tamara de Weijer. Ik ben nu ruim 5 jaar huisarts en ruim 10 jaar bezig met leefstijl in de praktijk. En ik ben huisarts in Noord-Holland. En ik ben ook voorzitter van vereniging Arts en Leefstijl. Dat is echt een vereniging voor zorgprofessionals. En ik ben niet altijd heb ik deze interesse gehad. Dus ik heb 9 jaar opleiding gehad. En ik denk als voeding en leefstijl daar ongeveer 2 middagen in voortkwam, dan was dat heel veel. En dat is eigenlijk heel vreemd. Want als je kijkt naar de grondlegger van de westerse geneeskunde, Hippocrates. Een van zijn bekendste uitspraken was, laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding. En dus als je ziet ook die originele Griekse artsen eten, die is echt doorspekt met voeding en leefstijl. Dus van die eten is eigenlijk niet meer heel veel over. En dit was hoe ik er toen uitzag. Dus dit is zo'n 12 jaar geleden. Toen had ik een fantastische coachschap, kon ik naar achter schuiven. Ik heb 4 maanden gereisd door India en Nepal. En zoals je ziet, ik pafte er vrolijk op los, zat stevig aan het bier. Ik was een grote afnemer van bepaalde kant-en-klaar maaltijd, ik zal geen merken noemen. Maar heel veel gezondheid was er niet. Hè. Ik was een behoorlijk wat zwaarder. Ik had heel veel last van mijn darmen. Ik heb nu zo'n 25 jaar ongeveer een prikkelbare darm. En waar ik heel veel last van had. En ik voelde me alles behalve fit en vitaal. Toen ben ik via mijn vriend huisarts anders gaan eten. Dus ja, ik neem jullie ook helemaal mee ook in die reis. Hè, van goh, wat kan je nou beter wel eten? Ik ben me enorm vast gaan bijten in allerlei wetenschappelijke artikelen, in nascholingen. En ik ben ontzettend blij dat ik dit nu mijn kennis met jullie mag delen om dit onderwerp. Dus deels vanuit mijn eigen ervaring, maar vooral heel veel van wat weten we nou uit de wetenschap en hoe kan je dat nou in hele makkelijke stapjes toepassen in je eigen leven. En we worden allemaal steeds ouder. En ja, is het dan niet zo dat je dan automatisch ook die ziekten zoals diabetes, hart- en vaatziekten, kanker, Alzheimer erbij krijgt? Nou, hier ziet u een plaatje van de Blue Zones, de blauwe zones. En misschien dat je daar wel eens van gehoord hebt. Het zijn 5 gebieden op de wereld waar mensen veel ouder worden. Maar belangrijker nog, veel gezonder oud. Hè? Dus je ziet ziekten zoals diabetes, hart- en vaatziekten, kanker en Alzheimer komen daar gewoon veel minder voor. En wat we hebben gedaan met de vereniging is gekeken van, goh, wat zijn nou de aspecten die daar aan bod komen? Want voeding is natuurlijk een ongelooflijk belangrijk deel. En daar gaan we het vandaag over hebben. Maar beweging, ontspanning, slaap, zingeving. En daar bedoel ik helemaal niks vaags of spiritueels mee. Maar wat is voor jou belangrijk? Sociale verbinding. Ja, dat zijn eigenlijk de aspecten die ontzettend belangrijk zijn. En vandaag ga ik het vooral met jullie hebben over voeding. Het eerste advies wat ik ga geven is, let op je bloedsuikerspiegel. En dat is natuurlijk extra belangrijk als je diabetes hebt. Maar het is
in principe voor iedereen heel belangrijk. En hoe is dat nou in het lichaam geregeld? Hè? Nou, hier zie je een plaatje van de bloedsuikerspiegel, heel schematisch weergegeven. En je eet wat. Als je wat eet, gaat het van je maag naar je, van je slokdarm naar je maag, van je maag naar je darm en daar wordt het afgebroken. En daar zie je ook dat de glucose en fructose een suikerpiekje geven. Als dat dan in die bloedsuikerspiegel komt, dat kan niet direct de cellen en de weefsels in, dan maakt je alvleesklier de insuline. Ja, dus insuline is een beetje de sleutel zeg maar, van op de cellen, waardoor die suiker ook op kan worden genomen in je spieren, in je weefsels, in je vetcellen. Want 98% van je suikervoorraad zit in je vetcellen. Alleen je hersens kunnen dat direct opnemen. Maar de rest heeft dus allemaal dat hormoon insuline nodig. Nou, dan is dat op een gegeven moment is die bloedbaan is wat schoongeveegd en dan ga je putten uit je voorraden. Zoals ik al zei, suiker zit opgeslagen in je vetcellen, 98% dus. Dus tussen die maaltijden door ga je over op je vetverbranding. Dan ga je die vetcellen eigenlijk leegtrekken. Die ga je schoonmaken, die voorraden ga je opruimen. Maar wat gebeurt er nu als jij ofwel suikerziekte hebt, ofwel te veel wat we in de volksmond snelle suikers noemen, daar kom ik zo meteen nog op terug, is dat je veel hogere bloedsuikerspiegel krijgt, bloedsuikerpieken. Je alvleesklier gaat heel veel insuline maken. En insuline is een groeihormoon. Het is een anabool hormoon. Nou, anabolen kennen we natuurlijk allemaal. Nou, je wordt er helaas niet veel gespierder van. Maar je groeit met name in de breedte. Dus het zorgt ervoor dat vet niet kan worden afgebroken. Want insuline is gemaakt vanuit de barre tijden, vanuit de prehistorie, waarin er nog weinig voedsel was. Dus insuline is bedoeld om ook te sparen, om je energie gewoon op te slaan. En dat willen we natuurlijk helemaal niet. We willen energie verbranden. Nou, wat je hier ziet, dat rode kruis, dat staat voor. Hè, op een gegeven moment, je ziet, er komt een enorme piek. Dan maakt die alvleesklier heel veel insuline. En dan ga je echt, je schiet veel te ver door. Dus je hebt een veel te laag suikergehalte. En dit is het moment, en dat herken je misschien wel. En dat is om 10 uur 's ochtends, om 4 uur 's middags, om 9, 10 uur 's avonds. Waarin je denkt, ik heb echt trek, ik moet iets eten. En dan zit je vaak op je allerlaagst qua suikerspiegel. Dus ook als je geen suikerziekte hebt. En je moet je voorstellen dat, dan denken we vaak, dat is wilskracht. Hè? Dus ik eet gewoon niks en dan kom ik. Ja, wanneer ik de volgende keer weer mag eten. Alleen dit is een stresssignaal voor je lichaam. Dus dat lichaam dat gaat zeggen, hey, we hebben een probleem. De hersenen krijgen niet genoeg suiker. Dus ik moet iets eten. Dus vaker is het het is discipline hoe lang het duurt voordat je naar die kast of die koelkast rent. Maar dat je gaat rennen, staat al bijna vast. Nou, wat zijn dan, en dan kijken we dus vooral naar de hoge glycemische index of lading. Dus wat dat wil zeggen is hoe snel komt er een bloedsuikerpiek in het bloed. En dat heeft heel erg te maken met je verzadiging. Nou, in die onderste rij dan zie je met name, daar zit koek, snoep, het fastfood, chips, dat geeft een enorme piek. Die bovenste rij, dus alle brood, pasta, rijst, mie, dat met name de witte variant, en we noemen dat is de geraffineerde variant, dus waarbij de graankorrel, het hulsje zeg maar, is er van afgegaan. Dus, en daar zitten de vezels en de vitamine en de mineralen zitten erin, dus je houdt alleen maar het zetmeel over. En juist die vezels, vitamine, mineralen, die zorgen voor verzadiging, met name de vezels. Dus die heb je echt nodig. Nou, die middelste rij, dat zijn een beetje de instinkers. Aardappelen, het is met name hoe je ze bereidt. Dus bijvoorbeeld gebakken aardappelen hebben alweer een veel lagere glycemische lading dan bijvoorbeeld gekookte aardappelen. Je ziet de koekrepen, daar is het meest voorkomende ingrediënt is glucose-fructose stroop. Dus dat is gewoon vloeibare suiker. Daarna komt een beetje bloem, hè, dus als witbrood. Dus dat zijn wat mij betreft producten, ja, eet die af en toe als je daar echt, als je jezelf enorm wil verwennen, pak dan zoiets. Maar dat zijn geen producten die ik je zou aanraden om gezond te blijven. Nou, qua fruit. Fruit is natuurlijk ontzettend belangrijk. Hè, met name dus ook weer vanwege de vezels, vitamine, mineralen. Maar pas een beetje op met het tropische fruit. Eet dat niet te vaak. En dat zijn bijvoorbeeld de bananen, de mango, papaya, ananas. Want je proeft het ook, hè, die zijn vaak veel zoeter.
En ja, bij fruit is het vaak ook zo, hoe zoeter het smaakt, hoe meer fruitsuiker erin zit. Uitzondering daarbij is het kleine, rode en blauwe fruit. He, dus let daarop dat je liever van dat soort fruit vaker eet en de tropische vruchten wat minder. Ja, en de vruchten sappen. En fruit moet je eigenlijk eten en niet drinken. Want op het moment dat je het perst, dan pers je de fruitsuikers pers je eruit. En al die vezels die blijven keurig in dat bakje liggen. He, dus fruit, ook wel groente, maar zeker fruit. Het liefst eten en niet drinken. Als er vragen zijn, dan hoor ik het wel. Hè? Ja, nou, die zie ik hier nog niet op. Ik heb straks wel vragen. Maar ja, ik mag helemaal door. Helemaal goed. En wat zie je nou? Hè? We hadden net die curve die zo op en neer ging. Want wat zie je dus nu op die punten vaak wanneer je toch gewoon trek hebt. En dan zie je dat mensen bij gaan eten. En dat we nu vaak de hele dag een klein beetje door gaan grazen. Dus echt een klein beetje eten. En wat je ziet is dat elke keer als jij weer eet, dan maakt die alvleesklier elke keer weer insuline. Dus dat groeihormoon. Dus met 6 keer per dag eten vallen we niet af. Dus ik raad ook echt aan om maar 3 keer per dag te eten. Dus volwaardig, waarin je tussendoor geen trek hebt. Omdat als je 6 keer per dag eet, dan haal je nooit je energie uit je vetvoorraad. Maar je haalt het alleen maar uit eten. En wij zijn daar, evolutionair dus vanuit de oudheid, daar zijn wij niet voor gemaakt. Hè. Dus echt maar 3 keer per dag eten. Een uitzondering hierop is de mensen, en die zijn vaak zo, en die zijn heel slank of die sporten heel veel. En ja, die redden het niet op 3 keer per dag. Ja, dan zit je toch soms op 4 of 5 keer per dag. Maar zeker als jij overgewicht hebt, maag-darmklachten, diabetes, hart- en vaatziekten, met name diabetes type 2, een beetje wat we in de volksmond de ouderdomssuiker noemen, ja, dan raad ik je echt aan om maar 3 keer per dag volwaardig te eten. Nou, dan bespreek ik dat vaak met mijn patiënten ook over die suikerspiegel. Dan zeggen ze, oh, maar dokter, ik eet nooit suiker. Hè? Want ik ben helemaal geen snoepkont en ik doe ook nooit suiker in de koffie of in de thee. En dan zeg ik, goh, leest u wel eens etiketten? Nou, voor de mensen van jullie die ook al etiketten bekijken, die zijn er misschien wat alerter op. En dan weet je dat in bijna elk pakje, zakje, sausje zit toegevoegde suiker. Hè? En zo zie je dat wij gemiddeld genomen per jaar 50 kilo toegevoegde suiker binnenkrijgen. Dus 50, en dat heb ik het niet over koolhydraten, dan heb ik het niet over fruitsuikers, maar kilo suikers per jaar. Maar als je bijvoorbeeld kijkt in een flesje ketchup, daar is de helft van is suiker. Je hebt de 20 kruidenthee, dat is 93% van is suiker. Japanse mix is 75% suiker. En als je ziet dat je stiekem toch heel veel zo ongemerkt binnenkrijgt. Maar die fabrikant is natuurlijk ook niet gek. Er is een mooi plaatje gemaakt vanuit de consumentenbond. Misschien kan die iets groter worden gemaakt. Het zijn hele kleine lettertjes. En dan zie je dat je hebt inmiddels 92 verschillende soorten namen voor suiker. Dus er zijn er nog meer bijgekomen. Maar heel veel eindigt als je kijkt op suiker, op stroop, op ozen, op dextrine. Dus heel veel kan je ook wel afleiden. En nou wordt er mij ook vaak gevraagd van ja, maar hoe zit het dan met suikervervangers? Zoals stevia of kokosbloesemsuiker of agavesiroop. Kijk, voor het lichaam is suiker suiker. Dus op het moment dat je al naar een taartje kijkt, ja, dan komt er al zo'n insulinerespons. Dus dan gaat er een signaal van je brein naar je alvleesklier. Hé, pas op, daar komt zoet aan. Hier komt insuline ook aan, dus dat groeihormoon. Ja, dus, en het geeft soms een minder grote glucosepiek, een minder grote suikerpiek. Maar er wordt altijd een beetje groeihormoon aangemaakt. Nou, hoe dan anders? Hè? Kies vooral voeding met een lage glycemische index of lading. En je hebt daar hele mooie lijsten voor op het internet. Maar de basis is eigenlijk we noemen dat de mediterrane voeding. Hè? Dus de klassieke mediterrane voeding. Dus dan heb je het over heel veel groenten, fruit, noten, zaden, pulvruchten, vette vis, olijfolie. Dus echt een beetje die klassieke Italiaanse of Spaanse keuken. En dat is de voeding met de laagste glycemische index of lading. Nou, even wat voorbeelden. En dat zijn voorbeelden uit mijn eigen kookboeken. Ik heb zelf 2 kookboeken gemaakt. Dus eentje, een algemeen boek, wat met name is bedoeld voor mensen die wat meer energie willen. Wat mensen die wat meer met hun overgewicht aan de slag willen voor diabetes, hart- en vaatziekten. En eentje specifiek op mensen met maag-darmklachten.
En dit zijn wat recepten die je daarin kan vinden. En je kan bijvoorbeeld heel makkelijk zelf muesli maken. Kost je 5 minuten, een half uurtje wachten in de oven of 3 kwartier. Afhankelijk van je overstand. En je hebt voor de hele week heb je zelf muesli gemaakt. Je weet precies wat erin zit. Zeker met kleine kinderen. Ik heb zelf 2 dochters van 6 en 8. Die, ja, ik zou heel graag anders willen zeggen, maar niet altijd heel dol zijn op groenten. Maar bijvoorbeeld pompoen of courgettepannenkoekjes, die zijn niet aan te slepen. Of soepen gemaakt van groenten. Tomaten lusten ze niet, maar een tomatensoep zijn ze hartstikke dol op. En ook dat kost je vaak maar 5 of 10 minuutjes tijd en even wachten. Nou, je kan ook als je zegt van nou, ik wil wat steviger aan de slag. Dus volkoren producten zijn in principe prima. Ik raad je wel, en met name als je bijvoorbeeld suikerziekte hebt of veel buikvet, om die ietsjes te beperken. Nou, dan kan je ook in plaats van rijst, kan je bloemkoolrijst, je kan het maken, je kan het kopen. Je kan van courgette of aubergine kan je lasagnebladen maken. Je kan met een spirelli, kan je van courgette, kan je ook sliertjes maken, spaghetti sliertjes. Bak je een paar minuutjes in olijfolie en het heeft een beetje dezelfde bite als pasta. Maar je hebt een hele berg extra groente bij. Hè? Want gemiddeld genomen krijgen we zo'n 139 gram per dag groente binnen. En ja, er wordt toch aangeraden minimaal 250. Hè? Hoe meer, hoe beter. Dus in die zin hebben we ook nog wel wat te winnen. Wat brengt mij tot het volgende punt? Wat we een beetje gewend zijn, is heel veel letten op hoeveelheden. Hè? Hoeveel calorieën mag ik dan? Hoeveel gram koolhydraten? Hoeveel gram vetten? Maar die kwaliteit van eten is misschien nog wel veel belangrijker dan de kwantiteit van eten. En dit is een heel interessant onderzoek wat vorig jaar is gedaan. En wat ze hebben gedaan is, ze hebben 20 vrijwilligers hebben ze 4 weken lang opgesloten. Het is echt vrijwillig opgesloten. En die werden verdeeld in 2 groepen. Het waren 10 mannen, 10 vrouwen. Ze hadden allemaal een BMI van gemiddeld 27. Dus wat, ja, een beetje overgewicht. En ze werden verdeeld in 2 groepen. En na 2 weken werden die groepen gewisseld. Nou, die ene groep die kreeg een heel vers en onbewerkt voedingspatroon. Dus wat ik zei, echt dat mediterrane. Dus volkoren granen, heel veel groenten. Wat zuivel erbij, fruit, noten, zaden. En die andere groep kreeg heel sterk bewerkt. Dus ontbijtgranen, kant-en-klaar maaltijden, suikerrijke dranken, noem het maar op. Ze kregen 3 keer per dag kregen ze een maaltijd voorgeschoteld. En daarna mochten ze die maaltijd nog een keer bestellen. Ze mochten snacks bestellen. Je mocht helemaal 2 weken helemaal losgaan. Maar het leuke was, die maaltijden die waren gelijk qua calorieën, qua koolhydraten, qua vezels, qua vetten. Dus helemaal gelijk qua zout. Nou, en wat zag je nou gebeuren? Dus dat die mensen die heel sterk bewerkt aten, die heel sterk bewerkt voedsel aten, die aten gemiddeld genomen 500 kilocalorieën per dag meer. En kwamen gemiddeld genomen een kilo in die 2 weken aan. En in die andere groep precies andersom. En nou, dan kan je zeggen, ja, maar misschien vonden mensen het veel lekkerder en daardoor aten ze veel meer. Maar wat het interessant was, wat je in het lichaam zag, is dat het hongerhormoon van de mensen die heel bewerkt aten was vele malen hoger dan de mensen die onbewerkt aten. En het verzadigingshormoon was veel lager. En dit zagen we al langer in onderzoeken terug van ja, dat mediterrane voedingspatroon, dat komt keer op keer als beste uit de bus. Maar hoe zit dat nou? En wat de gedachte nu is dat het lichaam kijkt, ja, een calorie is niet een calorie. Het lichaam kijkt ook heel erg naar voedingswaarde, kijkt naar vitamine, kijkt naar mineralen. En dat, ja, dat zie je bijvoorbeeld als je zo'n fastfood menu, en dan zal ik ook weer even geen namen noemen, maar die is gemiddeld genomen 1500 kilocalorieën. Dus dan zou je, als je puur naar de calorieën kijkt, zou je daar een hele dag op kunnen teren. Maar vaak hebben mensen toch na een paar uur alweer trek. Dus ga echt voor echte voeding in plaats van vulling. Want dit is een plaatje. Misschien kan die ook weer heel even groter gemaakt worden. Dit zijn allemaal 200 kilocalorieën. En dan heb je bijvoorbeeld 1,5 kilo bleekselderij. Of 600 gram broccoli, 600 gram worteltjes, 400 gram appel. En je ziet hoe bewerkter het wordt, hoe minder calorieën je ervan kunt hebben. Hoe meer de hoeveelheid je ervan kunt hebben. Het is dus allemaal 200 kilocalorieën. Dat glaasje, dat is chocomel. Dat is de drank waarmee je in de kortste tijd de meeste kilocalorieën ook binnen kunt krijgen. En rechtsonder zie je roomboter. En er wordt mij ook vaak gevraagd van ja, wat is nou het beste, hè? Margarine of roomboter? Ik denk echt dat er voor allebei wat te zeggen is. Roomboter is veel onbewerkter. Hè? Dus dat is, ja, is echt maar minimaal bewerkt, veel natuurlijker. Maar het zijn wel weer dierlijke vetten en eiwitten. En ze leveren heel veel calorieën.
De margarine en de hoverine is veel... Ja, het is plantaardig natuurlijk, maar het is veel sterker bewerkt. Hè. Dus ik denk daarin... Ja, vind ik het, er is echt voor allebei is er wat te zeggen. Ik denk, dan wordt het toch ook bijna een smaakkwestie. Wat vind je het lekkerste ook om te eten? En gebruik er gewoon een beetje van. Hè. Dus ik denk dat het ook belangrijk om te zeggen is... Het gaat wat mij betreft vandaag omdat ik die basis aan jullie meegeef. En dan af en toe een keer een uitspatting kan natuurlijk echt ook helemaal... Dan kan het ook helemaal geen kwaad. Nou, dan is natuurlijk ook veel te doen over van ja, zeker nu in de huidige tijd van de coronacrisis, van ja, maar hoe zit het nou met voeding en ontstekingen en je afweer? Nou, de Harvard University, dus de Universiteit van Harvard, heeft daar een prachtig onderzoek naar gedaan. En wat je ziet is dat ja, die onderste rij, dat is met name voeding, dat hele sterk bewerkte voeding, dat industrieel bereide voedsel, hè, we noemen dat de ultra-processed food. Wat meer dan 70% overigens in de supermarkt is. En meer dan 80% van alle aanbiedingen van de supermarkt. En die bovenste rij, dat is eigenlijk ja, bijna een vertaling van het plaatje wat ik eerder liet zien. Hè. Dus dan heb je het over de groene, de bladgroenten. Dan heb je het over tomaten. Dan heb je het over fruit. Over noten, olijfolie, vette vis. Dus dat is ook voeding die je eigen afweersysteem versterkt. En ja, dat zie je nu natuurlijk veel ook ontstaan. Ook... En een tijd geleden was daar een bericht over op de IC's. En je zag een heel groot deel van de mensen had daar overgewicht, diabetes, hart- en vaatziekten. Nou, en hoe kan dat nou? Dat komt omdat met name die vetcellen, dus ook overtollige vetcellen, die produceren laaggradige ontstekingen. Dus die produceren een ontsteking, niet ontsteking bijvoorbeeld aan een vinger of een longontsteking die heel acuut is, maar een continue ontsteking. En dat eigen afweersysteem gaat daarmee aan de slag. Op het moment dat daar een virus of een bacterie bij komt, is dat eigen afweersysteem, dat eigen legertje, is al een beetje verzwakt. Dus en, nou ja, het mooie is dus, dat is echt een omkeerbaar proces. En ja, daarom is denk ik zo prachtig ook dat ja, het ook de hele week komen er van allerlei aspecten komen er aan bod. Want voeding is een ongelooflijk belangrijke. Maar ook beweging, ook vitamine D, ook ontspanning, is slaap, is essentieel ook voor de ondersteuning van je weerstand. Dan nog even een stukje over light producten. Want we hebben zeker vanaf de jaren 70 natuurlijk een enorme opmars van light producten. Toen zijn een aantal onderzoeken geweest die zeiden, ja, vet, dat is ontzettend slecht ook voor hart- en vaatziekten. Dus werden er massaal light producten gemaakt. Nou ja, we zijn er absoluut niet lichter van geworden. Sterker nog, we zijn er veel zwaarder ook sinds de jaren 70 van geworden. En dit is een ontzettend interessant onderzoek. Het heet het Mind Over Milkshake onderzoek. En wat ze hebben gedaan is ook daar weer proefpersonen. En die kregen twee milkshakes. En dus je kreeg ze allebei te drinken. En het waren allebei milkshakes van 300 kilocalorieën. Maar de ene zeiden ze, nou dit is echt een light milkshake. Die is guilt-free, die kun je schuldvrij kun je die drinken. Die is maar 100 kilocalorieën. Prima om gewoon lekker te drinken. Is helemaal verantwoord. En die andere was echt een vol vette romiger verwend milkshake. Was dus precies dezelfde milkshake. Dus wat je zag is dat mensen in het onderzoek dat die de light milkshake dronken, die hadden veel sneller trek. Die waren veel minder verzadigd. En die vol vetten, die waren veel langer verzadigd. En je zag, dat was perceptie, dus dat was het gevoel wat ze hadden. Maar wat het leuke was dat je ook in hun bloed zag dat die mensen die romige milkshake dronken, die hadden veel meer verzadigingshormoon en die hadden veel minder hongerhormoon. Dus alleen al het idee dat je luidproducten eet, zorgt er dus al voor dat je lichaam denkt, ja, daar kan ik dus helemaal niks mee. Dus je ziet gewoon dat mensen veel meer honger krijgen. Naast dat ook heel veel luidproducten, daar is het vet uitgehaald en is weer vervangen door suiker. Dus dat is niet echt een hele goede uitruil. Nou, die supermarkten, hoe ga je daar nou doorheen? Hè? Want dat is natuurlijk best wel een safari, wat ik straks al zei. Minimaal 70% is heel sterk bewerkt. En de aanbiedingen zijn zelfs meer dan 80% zijn heel sterk bewerkt. Nou ja, leer echt die ingrediëntenlijst lezen. Het is wettelijk gezien dat wat er het meeste in voorkomt, dat is het eerste aanwezig en zo aflopend. Dus als suiker of een suikervervanger, allerlei conserveringsmiddelen, bloem, hè, dus gewoon ja, geraffineerde koolhydraten, dus is, ja, eigenlijk alleen maar zetmeel, waar helemaal geen voedingswaarde in zit. Als dat al een van de eerste paar ingrediënten zijn, ja, dan zie je dat daar
dat voed je helemaal niet. Hè? Zoals bijvoorbeeld, ik gaf straks al een aantal voorbeelden waar heel veel suikers in zitten. Maar bijvoorbeeld het vitaminewater. Dan zie je dat het eerste ingrediënt is water. Dan komen er 3 verschillende soorten suikers. En dan komen nog een paar vitamines erachteraan. Ja, je bent dus vooral suikerwater met een klein beetje vitamine aan het drinken. Nogmaals, op zijn tijd, als je denkt, nou, ik wil mezelf enorm verwennen, prima. Maar doe dat niet omdat je denkt dat je er heel veel gezonder van wordt. Leer de voedingswaarde begrijpen. We kijken vaak, als we al naar dat vierkante tabelletje wat er vaak op de achterkant staat. En dan kijken we, als we er al naar kijken, kijken we vaak naar de calorieën. Maar kijk bijvoorbeeld ook eens naar de vezels. Hoeveel vezels zitten bijvoorbeeld in brood? Hè? We willen per dag willen we toch zo'n 30 tot 40 gram vezels binnenkrijgen. En vaak zie je dat brood echt gekleurd wit brood is. Hè? Dat is gemaakt van bloem, dus wit brood. En daar is vaak een beetje dextrose, dus gebrande suiker is daaraan toegevoegd, om het brood bruin te maken. Hè? Dus let op die vezels, let op van hoeveel koolhydraten zitten er nou in bijvoorbeeld per 100 gram. Hè? Dus kijk daarna in plaats van alleen naar de calorieën. Nou, leer de marketingtrucjes. We hebben natuurlijk enorm veel prachtige, die voedingsmiddelenfabrikanten, die weten natuurlijk fantastisch waar wij gevoelig voor zijn. Dat je ziet heel veel groene wikkels, heel veel met oer en met stevia bereid en met vitamine C en ambachtelijk bereid uit grootmoeders keuken. En ik heb daar nooit onderzoek naar gedaan, maar het is bijna wel hoe schreeuwender de voorkant is me opgevallen, hoe meer je misschien op moet passen voor wat erin zit. Dus kijk echt naar die ingrediëntenlijst en hoe korter die is, of als die zelfs helemaal geen lijst heeft, ja, dan zit je vaak echt aan die onbewerkte voeding. Nou, maak van tevoren een boodschappenlijstje. We zien dat je ook dan veel minder impulsaankopen doet. En die impulsaankopen, dat zijn vaak echt toch die voeding, of eigenlijk de vulling. Hè? Dus de voeding met heel weinig voedingswaarde, dus de vulling. Dus voeding die niks voor je doet. En doe boodschappen met gevulde maag. Want ook daar weten we dus ook vanuit dat oerbrein, dat op het moment dat jij met honger door die supermarkt loopt, dan zegt dat oerbrein, we maken 200 onbewuste voedselkeuzes per dag, zegt dat oerbrein, ja, pakken wat je pakken kan. Ik ga nu gewoon, ik moet iets in mijn mandje gooien. En dan kom je thuis en dan denk je, ja, waarom heb ik dit nou weer in mijn mandje gegooid? Dan komen we een beetje richting het einde. Ja, beperk het gebruik van alcohol. En dit is toch, ja. Ik had al een reactie verwacht. Nee, ja. Het lastige met alcohol is, hè, we vinden het, grotendeels vinden mensen het erg lekker. We weten toch ook dat het veel negatief effect heeft op het afweersysteem. Maar het heeft nog een aantal andere nadelen. Voor vrouwen is het grootste nadeel, omdat je ziet dat, en daarom wordt het ook in de huidige richtlijnen, wordt het ook echt afgeraden ook voor vrouwen. Omdat je ziet dat het al met 1 glas per dag, je kans op borstkanker met 10% vergroot. En hoe meer je drinkt, en borstkanker is toch eens 1 op de 7 vrouwen in Nederland krijgt daarmee te maken in haar leven. En hoe meer je drinkt, hoe groter je kans op borstkanker wordt. Hè. Dus probeer dat echt te beperken. Voor mannen het liefst maximaal 1 glas per dag. En als je dan drinkt, verspreid het dan door de week. En niet 6 dagen niet en die 7e dag een fles. Want dan daar heeft je lever weer heel veel last van. En daarnaast zie je dat alcohol zorgt ervoor, het neemt remming wat weg. Het zorgt dat je een bloedsuiker daling krijgt, waardoor je dus ook meer gaat eten. En doordat je lever alcohol wil afbreken, zie je ook dat dat je vetverbranding ook per direct stopt. Dus ja, sorry. Het is echt toch, ja, liever helemaal niet. En als je het doet, echt maar een beetje. Nou, dan kom ik tot mijn laatste slide. Ja, ik hoop dat ik daar jullie toch zeker in geïnspireerd heb de afgelopen half uur. Dat een gezonde leefstijl is echt essentieel voor een goede weerstand, maar ook voor überhaupt het gezond ouder worden. Dus je risico op het krijgen van suikerziekte, diabetes, hart- en vaatziekte, maag-darmklachten, kanker, maar zelfs ziekte als dementie. Daar heeft voeding en leefstijl hebben daar een ongelooflijk belangrijke rol in. Tot zover. Nou, dankjewel Tamara. Er zijn veel vragen. Ja, leuk. Dat snapt je al, maar ik denk, ik laat je gewoon maar even doorpruttelen. Ja. Ben je zelf nooit ziek?
Ja, heel weinig. Echt heel weinig. En dat kan natuurlijk ook met geluk hebben. Want ik denk dat ook wel goed is om dat van tevoren even... Sommige dingen zijn ook gewoon geluk. Hè. We kennen ook allemaal... Je kan ongelooflijk gezond zijn... en toch op je 54ste dood neervallen aan een hartaanval. Hè. Er zijn ook blakend gezonde mensen die nu op de IC komen. Dus ook het andere is waar. Hè. Mensen die op hun 93ste na een heel leven gepaft hebben... dan pas zeg maar omvallen. Zit er ook geluk en pech aan? Zit ook, het leven is niet helemaal maakbaar. Maar is er een verschil met toen je nog rokend en drinkend... Nou ja, zeker. Kijk, ik had dus last van een prikkelbare darm. We hebben 2 miljoen mensen in Nederland. Dus dat is echt heel veel. En dan wordt er vaak gezegd, ja, het is maar een prikkelbare darm. Hè. Leer er maar mee leven, kreeg ik ook te horen. Maar ik had elke dag buikpijn. En ik dacht dat het normaal was. Dat ik zo'n 6 maanden zwanger buik, hè, die is helemaal strak gespannen. Dat ik maar 2 keer per week naar het toilet kon. Maar ik had zo weinig energie en ik had zoveel buikpijn. Dan is het maar een prikkelbare darm. En dat heb ik nu gewoon helemaal niet meer. En ja, ik vlieg ook nog wel eens uit de bocht. Hè. Bijvoorbeeld pizza vind ik super lekker. Maar daar krijg ik 100% zeker klachten van. Ja, dan krijg ik dat witmeel. Per direct ook, afgestraft. Ja, dat wordt echt afgestraft. Dus voor mezelf, ja, ik denk dan heel erg, ja, heb ik het ervoor over of niet? Nou, heel vaak is dat niet. En af en toe wel. En dan ben ik een halve dag, heb ik daar last van. Maar dan heb ik wel een verschrikkelijk lekkere pizza gegeten. Maar dan heb ik heb dus veel meer een eigen kompas van hoe werkt mijn lichaam en wat vindt het prettig? Ik vond wel een, jij had het even over het oerbrein. Er kwam hier, dat vond ik ook wel een goeie in deze tijd. Hoe zit het in deze crisistijd, omdat evolutionair... een lichaam dan overgaat in een verzamel- of spaarstand. Ja. Als er een tijd niets was in crisis, ging je in spaarstand. Is dat nu ook? Nou ja, je ziet allerlei... We hebben heel veel mechanismes om in spaarstand te gaan. He, dus inderdaad, als er weinig voedsel is, als we veel stress hebben... als we slecht slapen, als we weinig bewegen... alles staat ingericht op schaarste. Maar we leven natuurlijk in een wereld met enorme overvloed. En daarom zijn al die andere elementen zijn heel erg belangrijk. Bijvoorbeeld de stress. Heel veel stress geeft... dus een klein beetje stress maakt niet uit. Maar als je continu stress hebt, geeft dat veel cortisol. Cortisol noemen we ook wel het snackhormoon. Cortisol geeft meer eetlust. Ja. He, en je ziet op het moment dat je heel slecht slaapt, al dan niet door stress, maak je meer cortisol aan. Heb je meer stress? Heb je die dag daarna, zie je ook in onderzoeken terug, hebben mensen eten meer als ze nachten slecht slapen. Het begint al met 1 nacht slecht slapen. Dus daarom, ja, al die elementen zijn ongelooflijk belangrijk. Dus je kan het bijna niet loszien. Dat snap ik. Hier was het, dat vond ik ook wel een heldere vraag. Hier, bijvoorbeeld, als ik fruit zonder toevoeging in een shake gooi... dan krijgen mijn kinderen toch meer fruit binnen... dan dat ik een appel in stukjes snij. Als je heel veel fruit in een shake doet... Ja. Is dat dan niet toch meer fruit dan kleine stukjes appel? Ja en nee, zeker. Je krijgt misschien qua volume krijg je meer. Hè? En qua vitamine mineralen krijg je meer. Omdat je het toch meer erin stopt. Alleen wat je doet, kijk, normaal is... want al die vezels worden kapot gemaakt. Hè? Dus die vezels die echt essentieel zijn ook voor een goede darmwerking. Normaal kauw je die natuurlijk kapot met je tanden of je kiezen. En dat gaat dan rustig aan naar die darmen. En daar wordt het pas afgebroken. Maar als jij bijvoorbeeld zo'n glas vruchtensap al dan niet zelf gemaakt... die vezels zijn al kapot gemaakt. Hoppakee. En dat gaat, want die vezels zorgen ervoor dus dat het langer ook in die maag blijft. Dat gaat direct naar die darmen. En dat krijgt direct dat een suikerpiek. Dus toch liever een paar stukjes dan veel? Ja, en mijn ervaring is, maar goed, dat is wat ik een beetje om me heen hoor en naar mijn eigen kinderen, is dat kinderen fruit is vaak niet zo'n probleem. Ja, dus vaak is groente is een groter probleem. Dus ja, maar geldt daar niet hetzelfde voor? Want daar zei je, mijn kinderen die vinden tomaten niet lekker, maar wel in de soep. Ja. Is dat dan, dat is toch eigenlijk ook vruchtensap maken? Groentesap maken? Ja, alleen als je puur en daarom als je geïsoleerd, groente in de blender, daar is op zich niet zoveel mis mee. Ja, die vezels worden wel een beetje kapot gemaakt, maar je hebt wel alle vitamine, mineralen en groenten geven niet zo snel een suikerpiek. Hetzelfde met soepen ook. Hè? Dus je bewaart ook de vitamine en de mineralen. Dus met alleen groenten. Maar wat doe je vaak in een smoothie of zo? Daar zit dan toch altijd een banaan, een appel. Ja. Weet je, dat zit er doorheen. Ik snap het, ja. Er staan hier... hoe zit het met zoetjes in de koffie of thee? Wat doet zoetjes? Het is een light product. Ja.
Ja, het is echt een light product, dus het geeft altijd ook een insulinepiek, dus dat groeihormoon. En wat je ziet, en daar zijn we nog weinig op ingegaan, maar hoe meer insuline er in je bloed zit, hoe ongevoeliger je cellen ervoor worden. En ik leg het zelf altijd vaak uit, als ik heb zelf dus twee dochters. En als ik daar de hele dag tegen schreeuw, en ik schreeuw nog een keer, dan heeft het natuurlijk helemaal geen effect. Maar nee. Ik schreeuw nooit tegen ze. En als ze nu één grote puinhoop van hun kamer hebben gemaakt en ik verhef een klein beetje mijn stem, nu weten ze, oké, nu is het menus, nu moet ik aan het werk. En dat wil je ook in het bloed hebben. Want als ze de hele tijd tegen die cellen geschreeuwd hebben, ja, die alvleesklier, die maakt maar meer groeihormoon. En het leuke is dus, ook dat is vaak een omkeerbaar proces. En je kan je smaakpapillen hebben 3 weken de tijd nodig om te wennen aan een andere smaak. Dus voor iedereen die dat nu nog doet, zou ik zeggen, stop met zoetjes, suiker, stevia, whatever. Per direct. En die eerste 2 weken vervloek je me. Ja. En die 3e week, dan merk je dat je smaakpapillen veranderen gewoon. Okay. Geldt overigens ook zo met zout. Binnen twee, drie weken is dit zo. Want ja. Dat was ook een vraag. Als je je voedingspatroon verandert, binnen welke tijd werkt dat? 2, 3 weken merk je vaak effect. Ja, en dan merk je vaak ofwel een betere darmwerking of meer energie. Vaak hoor ik van mensen dat ze beter slapen. Ik denk dat toch ook 's nachts verteren we heel veel, hè, dus dat het wat licht verteerbaarder is. Het kan zijn dat je zeker als je pillen gebruikt voor je bloeddruk of suikerziekte, dan is dit, ja, nog weer even een disclaimer. Bespreek het dan altijd even met je huisarts. Okay. Want dan kan het zijn dat de medicatie al afgebouwd moet worden, hè, omdat je anders te lage suikers of een te lage bloeddruk. En zo snel kan dat al. Zeker als je insuline gebruikt, echt even met je dokter bespreken. Want zo vaak, binnen 2 tot 3 weken kun je dus al dat effect merken. Maar je moet wel eventjes door die 2, 3 weken. Dat zeg je al, dat kan best wel lastig zijn. Ja, dus zie het als een experiment. En dat in het allerergste geval, ja, doet het niks voor je. Nee. Ja, dan weet je dat ook. Ja, en nou ja, dat is bijna, 2, 3 weken. Dat is bijna onmogelijk. Het komt een paar keer terug. Het lijkt wel op diëten die vaak langskomen. Minder koolhydraten. Dus bijvoorbeeld keto. Hoe sta jij tegenover dat soort diëten? Nou, het heeft er zeker het is koolhydraat beperkt. Hè? Dus niet koolhydraatarm of ketogeen. Ketogeen zit je echt onder de 25 gram koolhydraten. Nou, dat is dit absoluut niet. Want dan haal je ook alle graanproducten, alle fruit, alles haal je eruit. Zelfs knollen haal je eruit. Ik denk dat de basis is, en dat is ook met alles, hè, ook het paleo, ook het whole food plant-based, het veganistische. De basis moet zijn zoveel mogelijk vers en onbewerkt. En dan kan je dus stoeien met een beetje minder of minder koolhydraten of meer of minder vetten. Maar die basis is vers en onbewerkt. Vers, geen pakjes, geen... Gewoon weer zelf koken. En hoe dat, dan ook, altijd alles zelf maken. Precies. Is dat belachelijk tijdrovend? Nee, absoluut niet. Nee, ik heb een redelijk drukke baan. Ik heb 2 kinderen en een fantastische man. Ik heb ook niet altijd heel veel tijd. Ja, als je fantastische kinderen en een fantastische man, ja, dan ben je al heel gezond. Ja, dan ben je, nou, qua geluk ben ik heel gezond. Voor mensen met een verschrikkelijke man en hele nare kinderen, krijgt het dan nog? Nou ja, zeker. Ja, absoluut. Dan juist. Ja, nou ja, dan juist inderdaad. Okay. Ga gewoon lekker koken. Een vraag, 3 maaltijden op een dag. Ja, dat werkt. Maar dat wordt ook heel vaak bij heel veel andere diëten, zeggen ze. En 3 tussendoor. Ja. Nou, wat je doet is je haalt elke keer, dus de motor moet draaien blijven. En je moet dat vlammetje moet je aanwakkeren, zeggen ze vaak. Alleen wat je ziet is dat elke keer als je eet, komt er een suikerpiek, komt er een insulinepiek. He, dus je alvleesklier gaat weer dat groeihormoon maken. En die vetcellen zijn echt reservoirtjes van energie. En die zijn vaartjes van glucose. En op het moment dat jij eet, wordt je energie uit je eten gehaald en niet uit je vetcellen. En ja, die vetcellen hebben we over het algemeen toch wel ietsjes te veel van. En daar wil jij je energie uithalen. Dus die tussendoortjes zijn niet nodig? Absoluut niet. Die zijn alleen zijn we helemaal niet voor gemaakt. Nee? Nee. En wat ik zei, die hele slanke mensen die bijvoorbeeld heel veel sporten, ja, die hebben gewoon heel weinig reserves. Hè? Die hebben heel weinig vetcellen. Die hebben vaak ook een heel laag vetpercentage. Dus die hebben simpelweg gewoon te weinig brandstof in hun tank. Dus die moeten wel dan vaak 4 of 5 keer per dag eten. Maar kies ook dan voor
bijvoorbeeld wat noten tussendoor of wat fruit of gekookt eitje. Of ga dan niet aan de koekenrepen, de instant soepjes, dat soort dingen. Ja. Maar kies ook weer voeding met hele korte ingrediëntenlijsten of zonder. Wat eet jij bij de koffie dan? Wat geef jij als mensen langskomen? Kopje koffie? Ja, dat is echt... zo oer-Nederlands om een koektrommel open te Die hebben wij dus niet. Die heb je niet, nee, ik heb geen koektrommel. We hebben wel altijd pure chocola hebben we altijd in huis. Dus die geef ik er heel vaak bij. En dan wil ik ook meteen even... Het is echt niet zo dat ik nou nooit snoep... Nee, maar goed, pure chocola. Ik hoor al iets... Pure chocola, dus meer dan 70% cacao. En ook heel vaak... En de grap was dat ik laatst een keer voor het eerst tijdens een interview las ik het terug. En toen dacht ik, oh, het is voor mij heel gewoon om niks aan te bieden bij de thee. Ja. En dat voor haar dat ze zei, ik kreeg niks aangeboden. Toen dacht ik, ik ben dat zo gewend al bijna 10 jaar. Dat ik soms vergeet dat andere mensen het gewend zijn. Dat er wel iets bij de koffie moet. Hey, en als jouw kinderen ergens gaan spelen... Ja. Denken ze dan niet, hier krijgen we koek... Nou, ja, kijk, of, sowieso, laat ik het los. En ook als ze bij opa zijn, zeg maar, die paste nu dan niet, maar die paste heel vaak op. Ja, dan zijn dat die regels. En wat je zag is dat ik, toen ik hier in het begin was, ik natuurlijk helemaal, ik had het licht gezien, alles ging eruit. En echt heel zielig ook voor mijn kinderen en mijn man. En die mochten niks meer. En nu zien we wel, ben ik daar echt wel wat losser in. Ook vaak in het weekend gaan we gewoon lekker borrelen en dan komen er gewoon chipjes op tafel. En dan is het even net even, en dan komen ze gewoon een glas oranje. Maar als je dat doet, stel je voor dat je dit 5 dagen doet en 2 dagen niet. Ja. Hoe ver word je dan teruggeworpen? Heeft het dan nog enige zin? Of heeft het alleen zin als je het... Elk stapje heeft zin. Alles wat je doet heeft zin. Wat ik zou willen aanraden is, kies nou 1 of 2 momenten in de week uit. Dus bijvoorbeeld een zondagmiddagborrel of een vrijdagavond iets of weet ik veel wat. En dat je dan zegt van, dan ga ik gewoon, dan spring ik een beetje uit de bocht. En als jij... ik hou heel erg van de 80-20 regel. Hè, op het moment dat jij 80% bijvoorbeeld... Jij hebt hartstikke goed gegeten, je hebt bewogen. En er is een collega en die heeft een stuk taart. En dat is dan jouw uitspatting van de dag. Ja, zwak. Okay, weet je, dat maakt helemaal niet uit. En het vasten is ook hip. Ja. Een dag vasten. Ja. Of alleen eten tussen 12 en 6. Ja. 12 ja. en 8. Ja. Wat is dat? Ja, dus je hebt allerlei verschillende vormen. Hè? Dus mensen die 5 dagen normaal eten en dan 2 dagen vasten. Of inderdaad de 16-8 regel. Of je hebt van allerlei varianten. Je ziet dat daar heel veel onderzoek naar wordt gedaan. En dat de voorlopige conclusies lijken te zijn dat het zeker qua insulinegevoeligheid... Dus het doet veel dus op je groeihormoon. En dat het echt wel positief zou kunnen zijn... Wat mij betreft 2 kanttekeningen erbij. Ene is, wat eet je in de tijd dat je niet vast? Want als je vast, maar daarnaast allemaal zooi eet, dan heeft het natuurlijk niet veel effect. En dat je moet oppassen dat je niet te weinig eet. En dat geldt vooral voor de mensen die maar in een kort tijdsbestek eten elke dag. Zie je dat die vaak qua calorieën zo weinig eten, dat ook weer daar die spaarstand, dat lichaam gaat op spaarstand staan. Ja. En die verbrandt gewoon niks meer. Als je het mentale erin meeneemt, ik kom even op alcohol. Daar zit ook een vervlakking van stress in. Ja. Er zit ook een vrolijkmakende ontremming, als het met mate is. Ja. Dat geeft vrolijkheid. Vrolijkheid doet ook iets met je afweer, toch? Absoluut, ja. Dus zit daar niet een balans? Ik probeer me toch... Ja, nee, ja, je probeert het toch. ik vind wijn heel lekker. En daar word ik ook heel gelukkig van. Ja, ja. En mensen zeggen ook altijd, als je heel gelukkig bent, dan leef je ook jaren langer. Absoluut. Kijk, ik denk dat het ook daarin zit. De balans en de mate is super, super belangrijk. En op het moment, het vervlakt vaak. Hè, en als je daarvoor gebruikt van ontlading vanuit je werk, dan is het misschien wel veel interessanter van, heb ik het niet veel te druk? Ja, heb ik echt die wijn nodig? Dat snap ik. En als jij een etentje hebt met vrienden en je drinkt daar een glaasje wijn een keer bij... Ja, dan is dat natuurlijk helemaal niet zo'n probleem, Peter. Ja. Dus je mag gewoon af en toe gewoon weg. Dat weet ik ook wel. Er komen ook hele kleine, vrolijkmakende vragen tussendoor. Wat vind jij van Yakult? Oh, jee. Dat heeft heel erg te maken met het microbiome. Hè? Dus wat ze zeggen de probiotica, dus dat is eigenlijk het microbiome, dus onze bewoners in onze darmen. Japanse poepbacterie, toch?
Ja, nou ja, kijk, het lastige, daar zit maar één stam zit erin. Hè. We hebben natuurlijk echt miljoenen bacteriën en heel veel diversiteit. En dat is maar één stam. En ja, de onderzoekers spreken elkaar daarin heel erg tegen. Want wat je ziet is sowieso, er zit ook heel veel suiker zit erbij. Hè. Het is een heel suikerrijk drankje. Je maagbacteriën breken ook al heel veel af. Dus wat er echt effectief in de darmen komt, dat is maar helemaal de vraag. Ik denk dat er veel betere merken zijn met ja, veel stammen, zeg maar, erin. Oké, dit is één stam en er zijn merken met andere. Met veel meer stammen. Moet je even uitzoeken wat dat is. Ja, zeker. Ja. En superfoods, gooie bessen en zo, dat wordt, als je het dan toch hebt over marketing trucs, ja. dat wordt heel schreeuwerig, super, ja, superfood. Ja, weet je, klinkt mij al, dat moet ik hebben. Ja, maar boerenkool is ook een superfood. Weet je, groene bladgroenten überhaupt zijn echt superfoods. Vette vis is dat ook, olijfolie is dat ook. En ik denk, wil je het als toevoeging aan je, je muesli of zo, of chiazaden, prima. Maar kijk, je hebt het niet nodig. Gewoon in de groenten. Ja. Ja, deze. Dus ook geen snacktomaatjes tussendoor. Ja, nou ja, dat is ja, heel oplettend. Nou, ik denk dat als het iets is, zeg maar, als je dan, hè, wat ik zei, als je dan iets tussendoor neemt, doe dan dus iets van nou ja, groenten, noten, dat soort dingen. Maar liever, inderdaad, gewoon bij de maaltijd zelf. Dus bijvoorbeeld bij je lunch, hè, neem daar wat snacktomaatjes, komkommer, radijs, een beetje dat soort dingen. Het is leuk, veel vragen gaan over mensen die iets heel graag willen. Ja. En dan willen ze weten of dat nog goed is. Kom maar door. Eieren. Ja, nou ja, ja, dat is ja, daar zitten alle aminozuren in die je nodig hebt. Prima. Kijk, en als maar mag je ook heel veel, want ze zei dat het voor je cholesterol is, ja, het heel slecht. Hoeveel eieren mag je? Echt achterhaald. En wat je zeiden met name in de dooier, hè, dat cholesterol verhogend was. Ja, dat zeiden ze. Ja, als je 1 of 2 eitjes per dag eet, dan is dat prima. En tussendoor, ja. Eitje tussendoor? Ja. Ja, kijk, nou ja, daar zitten wel weer eiwitten in. En eiwitten geven ook een glucosepiek, dus okay. Waarmee dus ook weer dat groeihormoon wordt aangemaakt. Dus liever echt bij de maaltijd zelf. En dan niet met spek natuurlijk erbij, liever. Ja, oké. Okay. En hier, dat is. Ja, dit vind ik eigenlijk een vrij essentiële vraag. Hoe bereik je mensen met een laag sociaal-economische status, waarvan we weten. Het is vaak goedkoper, of het is makkelijker, of het is. Of er wordt niet over nagedacht? Of. Dat is een goede vraag. Ja, dat is een hele goede vraag. Hoe bereik je deze? Nee, heel goede vraag. Ik denk, zeker bij deze, bij die groep is het. Ik denk dat dat wel breder is, dat bij bijna iedereen, als je een klacht of een aandoening hebt, dan ben je veel ontvankelijker voor adviezen. Hè? Als ik tegen jou zou zeggen, goh Peter, anders misschien over 20 jaar krijg je misschien wel een hartaanval. Dat is veel te van je bed, zo. Je moet er nu last van hebben. En ik denk dat, kijk, vette vis is natuurlijk hartstikke duur. Hè? Noten zijn heel erg duur. Ja, dat zijn dingen, dat wordt lastiger. Maar bijvoorbeeld groenten, diepvriesgroenten, perfect. Helemaal niks mis mee. Er moet niet zo'n sausje bij zitten. Maar als je gewoon diepvriesgroenten bij de Aldi of de Lidl haalt, of aan het einde van de dag op de markt, ja, dan betaal je daar veel minder voor. Hè? Seizoensgroenten zijn veel goedkoper. Dan, je moet niet midden in de winter aardbeien, of groente en fruit, midden in de winter aardbeien of bloemkool of zo willen hebben. Dus als je veel meer met die seizoenen mee eet. En ik denk dat het echt te kort door de bocht is als we zeggen van ja, mensen met. Kijk, als je echt acute geldproblemen hebt, maar dat geldt voor voor elke afkomst of inkomens of wat dan ook. Als je echt acute problemen hebt, dan bezit dat alles in jouw hoofd. He, dan ben je zo angstig, dan kan ik ook als dokter aanzetten van nou, goh, misschien is het beter als u dit of dat doet. Maar daar is in jouw hoofd helemaal geen ruimte voor. En ik denk dat daarin timing ook super belangrijk is. Er zullen ook mensen zijn die nu aan het kijken zijn en die hebben echt enorme zorgen om hun zaak of wat dan ook. Ja, kijk dan wat je wel kan doen. Boter versus margarine. Ja, ik had hem al eventjes besproken. Wat is nou het beste? Ja, en dat is toch hier ook weer, dat komt toch een beetje traag. Waarom is bewerkte margarine in deze een nadeel? Want er zitten vaak toevoegingen, cholesterol verlagend, ik noem maar wat. Ja. Wat klopt daarvan? Die claim, hè, dus dat het cholesterol verlagend. Nou, dan moet je echt enorme hoeveelheden boter moet je daarop smeren. Dan moet je echt hele kuipen. Dus dat doet effectief vaak heel erg weinig. En wat je ziet is dat het is heel vaak gemaakt van plantaardige oliën.
Nou, in principe de enige plantaardige olie die minimaal bewerkt is, is olijfolie. En al die andere, dus lijnzaadolie, zonnebloemolie, palmolie, zijn heel sterk bewerkt. Dus ze zijn heel sterk geraffineerde oliën. En dat zijn nou wat je zag in dat onderzoek, hè, waarbij die mensen in twee groepen werden geplaatst. Dat al die hele sterk bewerkte voedingsproducten, dus eigenlijk die door de mens gemaakt is, door de mens echt flink gemanipuleerd is. Dus er zit heel weinig voedingswaarde in en dat snapt het lichaam, snapt het helemaal niet. Oké, dus eigenlijk echte boter. Ja. Er zitten voor- en nadelen. Het zit weer veel hoger qua calorieën en het is dierlijk. En we willen toch wel liever voor onze gezondheid en de planeet toch wel wat minder dierlijk, meer plantaardig. Maar dan komt het dus heel erg aan op een smaakkwestie. Ja, als ik moet kiezen, als je het mij vraagt, dan kies ik roomboter. Maar dat is dus ook echt een smaakkwestie. Voedingssupplementen? Mm-hmm. Vraagteken. Vraagteken. Algemeen voedingssupplementen raad ik vaak af. Zeker bijvoorbeeld het B-complex. Omdat je zit in vitamine B, dus waar verschillende in zitten. Omdat die soms neurologische klachten kunnen geven. Met name de vitamine B1 en B6 staan daar onbekend. Ja, een tekort eraan ook. Ja, maar dan je krijgt niet zo snel echt een aan vitamine... Aan B, een D. Ja, D is dat. Maar dat is met name zonlicht. En kijk, we zitten nu vandaag dan niet zo. Maar we hebben overwegend een prachtig weer gehad. Wat je wel ziet is dat bij weerstand, met name de D is heel erg belangrijk. Vitamine C en zink. Maar dat zijn producten die je heel goed uit groente en fruit kunt halen. En noten en zaden. Hoe belangrijk is het dat je omgeving meedoet? Heel belangrijk. Heel belangrijk. Ja, je had het straks al over die vervelende man. Hoe krijg je ze mee? Nou ja, kijk, ik denk... Kan het zonder? Ja, alles kan. Maar ja, het wordt wel moeilijker. Hè? Als jij ontzettend met je voedingspatroon aan de slag bent gegaan, maar chips is jouw achilleshiel. En jouw man of jouw partner gaat naast jou op de bank toch. Ja, die denkt, ja, doei, maakt mij er nou uit. Ik ga gewoon lekker die chips eten. Ja, dan wordt die wel ingewikkeld. Hè? Dus wat steun is wel... Het is niet essentieel, maar het is wel heel fijn. Wat doet bewegen precies? Wat doet bewegen met je darmen? Wat doet bewegen met... Want iedere keer zeg je, ja, maar je moet ook heel veel bewegen. Absoluut. En ik denk dat daar... Ja, dat zal misschien al eerder dus aan bod zijn gekomen. Maar er is ook van inactief naar gewoon bewegen. Dus gewoon wandelen, gewoon fietsen, gewoon traplopen. Dat is de belangrijkste stap. En ga je daar bovenop nog sporten... Nou, dan is het nog beter, tenzij je heel extreem gaat sporten. Maar gewoon het gewone wandelen, gewone fietsen... dat is ongelooflijk belangrijk voor een goede darmwerking... voor een goede werking van je brein... voor de conditie van je hart en vaten, voor je weerstand ook. Ja, dus ja, beweging is hier ook echt minstens zo belangrijk als voeding. Tenslotte. Je hebt veel mensen gezien, gesproken, patiënten... Kun jij een inschatting maken van hoeveel gezonder mensen uiteindelijk zijn geworden? Jouw onderzoeksgroep is even de mensen die je hebt gezien. Bij hoeveel mensen zie je dan echt een verbetering of dat ze echt minder ziektes krijgen? Ja, echt ongelooflijk veel. Ik sprak een journalist en die zegt, waar heeft het ook echt geen effect op? Ja, dat vind ik dus ook lastig te zeggen, want vrijwel alles wat ik dus ook in de spreekkamer zie. Dus laten we zeggen... Bij 75-80% van wat ik dag in dag uit in de spreekkamer even ook voor dit zag, heeft voeding en leefstijl een hele belangrijke rol. En zie je dus dat mensen slanker worden, fitter, minder klachten, minder medicatie. Ja, en dat maakt mijn werk als huisarts ook zoveel leuker, want mensen zijn zoveel dankbaarder. En ik denk dat dat echt een misvatting van ons is als artsen, is dat mensen veel liever een pilletje zouden willen dan met hun leefstijl aan de slag worden. Ik denk dat heel veel mensen willen wel, maar ze weten niet hoe. En ik denk dat wij er echt voor zijn om hen daarbij, naast alle diëtisten, fysiotherapeuten, de gecombineerde leefstijlinterventie, daar kan je nog steeds gewoon gratis voor inschrijven. En ik denk dat wij er echt zijn om hen te ondersteunen. Maar de zorg staat nu heel erg in het centrum van de hele samenleving. Is dit niet het moment voor mensen als jij? Ja. Om hier politieke munt uit te slaan? Daar zijn we achter de schermen natuurlijk mee bezig. Want het stoort me. Kijk, ik ben heel erg van hygiënemaatregelen en we zitten nu op een prachtig gepaste afstand. Maar dan denk ik, waarom hebben we de afgelopen 2 maanden nauwelijks iets gehoord
Over wat je zelf kan doen. Over hoe je die eigen, hoe je die laaggradige ontsteking, hoe je die afweer kan ondersteunen. Dus juist nu, zeker ook omdat dit jaar is waarschijnlijk dit is het nieuwe normaal. Maar het nieuwe normaal is wat mij betreft van goh, hoe zorg je nou dat jij zo fit en vitaal mogelijk blijft? Tamara, het lijkt me heel leuk om jou te zien bij de volgende persconferentie. Naast Irma. Naast Irma, ja leuk. Een kleine stukje ernaast. En dat je ook het woord krijgt. En dat je dit soort belangrijke dingen vertelt. Ja, leuk. Ik dank je van harte. Heel graag gedaan. Ik ga er zeker mee aan de slag. Dank je wel. Een klein glaasje wijn. Dank jullie wel voor het kijken. Ik heb zoveel mogelijk vragen geprobeerd eruit te halen. Wees niet teleurgesteld als jouw vraag niet het antwoord heeft gekregen waar je op hoopte. Maar het is allemaal na te zoeken. Ik neem aan op de site van Tamara. Morgen gaan we door en daar heb ik nu al zin in, maar ik moet even bijkomen hiervan. Zeer leerzaam. Tot morgen.